Een ondernemer te Jachtlust, Kommewijnen, heeft op zijn terrein een illegale olieopslagplaats gebouwd. Nadat ongeruste buurtbewoners hiervan melding maakten, gingen vertegenwoordigers van het ministerie van HI, het bureau Volkscontacten, parlementariër Ingrid Kartabink en de DC van Kommewijnen, Ajay Kali, naar de plek om zich te oriënteren. Ook de politie, de brandweer en het NIMOS namen poolshoogte. Toen onze nieuwsdienst ter plekke kwam, werd hun de toegang tot het terrein geweigerd. Het team werd daarbij geïntimideerd. Het lukte ons PL-parlementariër Kartabink te spreken. Ze bevestigt dat er illegale activiteiten ontplooid worden op de plaats. De ondernemer in kwestie heeft eerst zijn onderneming gebouwd voordat hij een vergunning heeft aangevraagd. Ik ben uitgenodigd door HI dat er een vergunning of er een aanvraag is voor een vergunning voor het opstarten van een fabriek van niet bruikbare smeerolie tot bruikbare. Dus er gaat gerecycled worden. En de aanvraag is ook gegaan bij de DC voor een hinderwetvergunning, heb ik begrepen. En er zijn adviezen uitgebracht. En nu hebben we een rondleiding gehad hoe die fabriek eruit zal zien. En er zijn wat knelpunten ontdekt al door brandweer, door NIMOS. En ik kan u nu nog die informatie niet geven, omdat we pas morgen in beraad zullen gaan hoe verder en welke adviezen er nog meer gegeven moet worden, zodat deze fabriek tot ontplooiing kan komen. Maar u kunt wel ingaan op de knelpunten, neem ik aan, toch? U bent zelf deel geweest van de delegatie die vandaag is komen oriënteren. Dat zeg ik u. Er zijn knelpunten ontdekt door de brandweer, dus de instanties. En dan gaan we die morgen bespreken. En dan zullen we dan morgen een besluit nemen hoe verder. Dezelfde ondernemer heeft in een andere woonbuurt, de Jachtlust, geprobeerd om een service station te bouwen. Toen buurtbewoners in opstand kwamen, heeft hij zijn werkzaamheden gestopt. Ook toen bleek hij niet over een vergunning te beschikken. Kartabink vermoedt dat het ministerie van Handel en Industrie en het commissariaat langs elkaar heen hebben gewerkt. Dus toen ter tijd toen ik DC was, hadden we die gesprek ook gehad met verschillende ministers. Dat alvorens u een vergunning verstrekt in een district, laat u ons in kennis stellen. Laten wij eerst een buurtonderzoek doen. Alle actoren van het district, brandweer, NIMOS, elk een die een advies moet uitbrengen. Laten we die adviezen eerst binnenkrijgen en dan gaan we beter communiceren. U strekt een vergunning, als DC strekt de DC een vergunning, dan gaat het beter uitpakken. En dat was PL-parlementariër Ingrid Kartabink over de illegale activiteiten van een ondernemer in Kommewijnen. De ondernemer is eigenaar van Lily's Service Station. Een tijd terug was de service station gesloten omdat het niet voldeed aan de veiligheidsvoorwaarden. Bink zal deze kwestie in het parlement aankaarten.